Rozemuller, jij hebt zojuist hier gesproken. Wat zijn de uitdagingen voor de horeca? De uitdagingen voor de horeca zijn volgens mij om echt aan te sluiten bij de trend die je in de hele wereld ziet. En dat is dat consumenten meer gezondheid willen. Nou, je ziet die beweging in de restaurants, in de cafés, et cetera, wel ontstaan. Maar goed, dat is toch ook een wereld die je associeert met genieten. En genieten associeer je op een beetje ouderwetse manier nog weer snel met ongezondheid. Nou, de uitdaging is om het zo gezond mogelijk voor te schotelen aan de consument. We zijn een hele groep bij alle transities, alle veranderingsprocessen die er zijn, zie je grote middengroepen die willen wel, maar die aarzelen. Ook omdat ze misschien een beetje bang zijn voor de gevolgen. Hè? Ik bedoel, is het ook wel commercieel aantrekkelijk? En dat begrijp ik heel goed. Nou, het gaat eigenlijk om de vraag, wat doet die grote middengroep? En als die aansluiting weet te vinden bij het gevoel van de consument, dan denk ik dat de horecawereld een enorme slag kan maken en bij kan dragen aan een gezonde leefstijl. En zijn hier nou vooral taken weggelegd voor de horecaondernemer zelf? Of moet de overheid hier ook stappen in gaan ondernemen? Nou kijk, de horecaondernemers zelf kunnen een heleboel doen. Maar ook de horecaondernemers zijn onderdeel van een hele brede samenleving. En wat wij als Convenant Gezond Gewicht, met al die partijen die zich inzetten voor een gezonde leefstijl, bij de jeugd en via de jeugd bij de ouders. Wat je ziet, dat is dat die publieke wereld en die private wereld, dat die elkaar echt nodig hebben. Dus het gaat echt uiteindelijk om publiek-private samenwerking. Om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven en de grote steden en de gezondheidsinstellingen en de universiteiten en ook Politiek Den Haag, dat die elkaar weten te vinden om eensgezind dit vraagstuk aan te pakken. En nou, dat heeft een aantal bewezen effecten gehad. Daar moeten we verder mee, zodat we niet die extreme overgewichtcijfers krijgen zoals we die in Amerika op dit moment hebben.